Deze keer laat ik een auto uit een kader rijden. In deze film ga ik je uitleggen hoe je een kader maakt en hoe je daar in dit geval een auto uit laat rijden. Oftewel out of bounds, zoals dat effect ook heeft. En het is op zich niet al te ingewikkeld. Je begint gewoon met een nieuwe laag. En dat doe je met de toets Ctrl, Shift en N. En die laag noem ik kader. Op deze laag ga ik het kader tekenen. En dat doe ik gewoon met de selectie-tool. En ik zorg in mijn geval dat de verhoudingen op 3 bij 2 staan. En ik trek gewoon leuk een kader waar ik het ongeveer zou willen hebben. Dit kader moet een lijntje eromheen krijgen. En als je er nu met rechts op klikt, dan heb je de optie omlijnen. En je ziet dat er bij mij al het een en het ander staat ingevuld. Je kunt de kleur bepalen. Ik heb hem graag wit zometeen. En je hebt de breedte. En de breedte hou ik in dit geval gewoon op 65. Daaronder staan drie opties. Je hebt de optie binnen, midden en buiten. En dat is eigenlijk waar die vanuit gaat van jouw selectie. Je hebt in de achtergrond die bewegende lijn. En je kunt aan de binnenkant een vulling maken. Aan de buitenkant of in mijn geval bij het midden. En ik klik op OK. En je ziet vervolgens een kader. Dit kader, dit staat nog niet helemaal goed. Ik druk even op Ctrl D om de selectie op te heffen. En ik druk vervolgens op de V om er nog mee aan de slag te gaan. Ik heb nu het verplaatsgereedschap. En ik zou hem gewoon op kunnen pakken en neer kunnen zetten waar ik wil. Dit is wel een aardige plek. Alleen klopt het perspectief nog niet. Nou, druk je nu op Ctrl T, dan ga je naar een gereedschap toe waarbij je het perspectief kunt veranderen. Klik je er met rechts op, dan kun je namelijk kiezen voor perspectief. En pak je nu een van de hoeken en ga je die groter of kleiner maken, dan zie je eigenlijk al wat er gebeurt. Je kunt nog steeds het kadertje oppakken. Klik je er weer met rechts op, dan kun je weer voor iets anders kiezen, bijvoorbeeld vrije transformatie als je het kader in dit geval wat uh, te hoog vindt. En bovenin druk je op het vinkje of op enter om vervolgens dit te bevestigen. Nu ben ik op zich al een heel eind. Ik heb de auto, ik heb het kader. Ik moet alleen nog zorgen dat het kader niet zichtbaar is waar auto is. En ik moet zorgen dat mijn achtergrond ook nog verdwijnt. Op zich niet al te ingewikkeld. Als ik bijvoorbeeld eens even inzoom op het gebied waar ik bijvoorbeeld een verloop heb, zet ik nu de laag van het kader uit. Dan zie je dat er auto onder zit. En we willen in dit geval dus het kader niet laten zien waar auto is. Ik zet de dekking een klein beetje terug zodat ik er goed doorheen kan kijken. En ik zoom nog een klein beetje verder in. Ik ga op mijn kaderlaag een laagmasker maken. En met een zwarte kwast, een heel dun penseel, zet ik gewoon een net randje door de ruit. En je ziet dat mijn kader daar verdwijnt. Zet ik de dekking nu weer op 100%, dan zie ik wat ik echt gedaan heb. En zie ik dat ik hier bijvoorbeeld een heel klein stukje te ver ben gegaan. Ik maak de kwast wat kleiner en met, zwart, met wit verf ik dat mooi. Terug. Zo. En met een wat hardere kwast haal ik dit gewoon even snel weg. Net zolang totdat ik onder bij de auto ben. En hier verlaag ik weer een klein beetje de dekking zodat ik er doorheen kan kijken. En met een vrij zachte kleine kwast ga ik netjes over de grens heen zodat de schaduw zichtbaar wordt. Natuurlijk kun je dit ook op andere manieren selecteren. Dat laat ik gewoon even aan jou over. Maar je snapt de werking met laagmaskers. Dat wat zwart geschilderd is, daar is het niet zichtbaar. En als het wit blijft, is het wel zichtbaar. Ik ga hem zo even laten. Ik heb nu een kader en daar komt de auto al uitgereden. Ik heb alleen nog buiten de auto veel meer dingen die eigenlijk helemaal niet van belang zijn. En ik pak dat even zo aan. Ik ga de achtergrondlaag selecteren en dupliceren met ctrl-j. En ik zet de achtergrond even uit, zodat we zien wat we kunnen doen. En vervolgens ga ik met de veelhoek lasso gewoon in mijn kader selecteren. En wat ik nu doe is, ik zet gewoon een rechte lijn dwars door mijn kader. En aan het einde dubbelklik ik en ik heb een selectie. En vervolgens maak ik een laagmasker aan. En hij laat nu alleen de auto zien. Op zich is dit goed. Ik wil echter nog een klein beetje meer selecteren. Dus ik zet de achtergrondlayer aan. En ik zoom in. Wat ik nu wil doen is de contouren van de auto selecteren. En dat doe ik met de magnetische lasso in dit geval. En die vind je eveneens bij lasso. Als ik nu langs de auto ga, dan zul je zien dat het lijntje eigenlijk automatisch tegen de auto blijft plakken. En je ziet ook dat er iedere keer kleine puntjes bij komen. En deze puntjes die maak je die op basis van contrast. En zo moet ik eigenlijk gewoon heel secuur even de auto langs gaan. Dus dat ga jij wel sneller zien dan dat ik er daadwerkelijk de tijd voor nodig heb. Ik kom nu bij mijn kader aan en je weet dat ik daar straks al in mijn kader geselecteerd heb. Dus dat stuk dat kan ik gewoon overslaan en ik ga weer terug naar boven. Ik hou de spatiebalk ingetoetst om gewoon even een klein stukje de foto te verplaatsen. En ik ga gewoon weer heel netjes verder. En valt hij er af en toe niet helemaal in, geen probleem. Het is een masker, ik kan op dadelijk gewoon met de hand helemaal netjes inkleuren zoals ik het wil hebben. En ik dubbelklik als ik bij het einde ben. Vervolgens ga ik hier weer netjes verder. En met de gewone losse vul ik dit stukje hier in het midden nog in. Als je de shift ingedrukt houdt, dan komt de selectie erbij. En ik druk op Ctrl O om uit te zoomen. Ga ik nu naar mijn masker? Wil ik uh, dit vullen met wit? Ik zet even de achtergrond uit. Vul ik dit nou gewoon met wit? Dan wordt het stukje auto ook zichtbaar wat erbij hoort. En je ziet, we zijn de spiegel vergeten. Die zit hier namelijk wel bij en hier niet. Verf gewoon even heel simpel met wit, en dan krijg ik krijg veel meer dan mijn spiegel erbij krijgt. En met een kwast en een zwarte kleur haal ik die ook weer weg. En zo ga ik eigenlijk alle details op de auto even na. En zo is het wel redelijk. Um, achteraf is er misschien een betere manier om te selecteren. Maar goed, het gaat even om het concept. We gaan het nog wel uh, een keer over selecteren hebben. En in dit geval ga ik gewoon weer verder. Ik heb nu de auto die uit het kader komt rijden. En ik zet de achtergrond weer aan. Tussen mijn achtergrondlaag en de uitgesneden auto ga ik nog een nieuwe laag maken. Wederom Ctrl-Shift-N en die noem ik grijs. En die ga ik ook gewoon vullen met grijs. Door Shift F5 te gebruiken. En de inhoud in dit geval 50% grijs te kiezen. En daar ga ik nu de dekking een klein beetje van verlagen. Zodat je toch nog het idee hebt van de achtergrond. Ik hou hem ongeveer op 75%. In dit geval heb je dan namelijk nog wel het idee van. Hé, hey, er gebeurt iets achter, er is meer. En ik hou gewoon leuk mijn kader met uitspringende auto over. En ik snij hem opnieuw uit. Door gewoon een nieuw kader te trekken en op. Uitsnijden te klikken. En zo eenvoudig gaat dat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.